Suriname heeft gisteren afscheid genomen van Jules Setny, die op 18 juni op 97-jarige leeftijd is overleden. Setny is met staatseer gecremeerd. Bij de uitvaart is hij op vele manieren beschreven. Een groot Surinamer, een excellente econoom, een Toriman, een uitstekende leider, een goede vader, schrijver van historische werken, een ware staatsman. En een man die zijn goede naam heeft behouden. Alles gaat eens voorbij, behalve het verleden, citeerde vicepresident Ashwin Adin een spreuk van Setny tijdens zijn toespraak. Dr. Setny was een alom geacht en gewaardeerd mens, die door zijn wetenschappelijk inzicht, zijn grote mensenkennis en groot sociaal gevoel op veler sympathie mocht buigen. Voor zijn verdiensten aan ons land bewezen werd hij in 2008 onderscheiden met het grootlint in de ereorde van de Gele Ster. Ook werd hij vereeuwigd door de nieuwe haventerminal in Paramaribo naar hem te vernoemen. Wij nemen vandaag afscheid van deze bijzondere mens in dank aan de Schepper voor zijn leven en werken, met alles wat daarin menselijk was aan welgevallen en pijn, in het vertrouwen dat al wat hij... De uitvaartdienst is gehouden in het Pandit Parag Jagdeel Crematorium. Enkele van zijn kinderen zijn naar Suriname gekomen om de uitvaart mee te maken. Zij waren extra beschermd met een mantel over hun kleding, een mond- en neusbedekking en de handen in handschoenen. Een van zijn zonen, John Setny, vertelt meer over zijn vader. Je bent altijd leergierig geweest. Nou, wat dat betreft, ik herinner me een verhaal van je broer Humphrey. Je had de gewoonte, weet ik nu uit je jeugd, om elk briefje, elk document dat je tegenkwam op te pakken, uit je hoofd te leren en je kon nog tijden erna reproduceren. En ik denk dat is een van de dingen die gezorgd moet hebben voor je ijzergeheugen. Want we konden je vragen naar alles. Je kon moeiteloos met dag en nacht een gebeurtenis uit het ver verleden reproduceren. Dat is ook iets waar ik met bewondering naar keek. En met altijd blijven leren. Het zij door te lezen, het zij door met anderen te praten, want kennis was voor jou altijd een van de belangrijkste dingen. Ja, en dat je dan meer dan 97 jaar bij ons bent geweest, heeft ons de kans gegeven om je goed te leren kennen. En wat dat betreft kan ik zeggen dat ik er heel veel belangrijke lessen aan heb overgehouden. Want het is dankzij jou dat ik elke dag opsta en eerst nadenk over wat ik vandaag beter ga doen dan gisteren. John Setny over zijn vader Jules Setny, die gisteren met staatseer is gecremeerd. Setny is 61 jaar lid geweest van de Vrijmetselaars. De dienst is geleid door dominee Ray Wimpel.